ben Henny van der Wild. Ik ben hier al 28 jaar tuinbaas op het Kasteelmuseum Sipestein in Loosdrecht. Ja, dat is een plek om van te houden, al heel lang. En dat wordt niet minder, die liefde. Een liefde die soms wel heel diep gaat en ver gaat. Het is hier een schitterende plek, 6 hectare groot, met een slottuin, waar we hier dus staan. Vroeger de rozentuin, maar nu eigenlijk een beetje een kruidentuin geworden. Een 17e eeuwse oud-Nederlandse tuin, gesticht door Catharinus Henri Cornelius Ascanius van Sipestein. En ik mag hier werken. En dat vind ik een voorrecht om te mogen doen. Met onze vrijwilligers, want die zijn onmisbaar. Wij hebben hier 60 soorten broedvogels op het terrein. Dat is uniek op 6 hectare grond. Dat komt door de diversiteit van weiland en bos. En zo'n boomgaard, al die vlinders die je hier ziet. Vele soorten vogels. Dit was vroeger de nuttuin van Sipestein. Ja, ik vind het altijd heerlijk om hier te zijn. En dat fruit te mogen plukken. En daar ook mensen weer blij mee te mogen maken. We hebben hier 80 vrijwilligers in het hele, op het hele terrein om dit eens stand te houden. Nou, die mogen ook altijd appels meenemen, zoveel ze willen, voor de appeltaart. Oh, wat een mooie appels. Oh. Om dit te behouden voor de toekomst, en dan heb ik het niet over 1, 2 jaar, maar 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, is onderhoud het belangrijkste voor zowel het kasteel als de tuin. Vast onderhoud, vaste mensen met een groep vrijwilligers die de juiste dingen op het juiste moment doet. De schilder die komt als het mooi droog weer is, het bijwerk doen, wij maaien als het droog is, we planten op het moment dat het kan, we herplanten, want dat is belangrijk ook voor de toekomst. Als we niet meer herplanten, jong aanplanten, dan is de tuin afgeschreven. Je moet doorgaan met verjongen voor de toekomst.